Ja, je hoort niet zoveel meer van ze. Van Atje Dubbel T. Kuiken, weet je nog? En Knulletje Klaver. Nee. Maar zij waren altijd de mensen die vooraan stonden om heel hard te roepen dat er voornamelijk eerlijk gedeeld moest worden. Dat was het punt van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Er moet eerlijk gedeeld worden. Ja, je gaat het geld ga je bij de rijkere weghalen en dat geef je aan de mensen die het heel hard nodig hebben. Nou, dat is hun idee. En mijn idee is dat dat nooit zo werkt, want solidariteit, vrienden, bestaat niet. Nee, het is gewoon ik en nog eens ik in deze wereld. Ja, maar goed, dat vinden zij dus op links. Er moet eerlijk gedeeld worden. En nu hebben wij pas geleden, hebben wij hem weer gehoord. Onze Frans Timmermans, die stond ook weer vooraan en die wist niet hoe gauw hij een microfoon moest vinden. Na het regeerprogramma van dit kabinet. Dat er moest toch weer eerlijk gedeeld worden. Dat miste hij in het regeerprogramma. Eerlijk delen had hij het steeds over. De groengoeroe. Ja, dat was het punt. Maar ik heb nu eventjes een motie gevonden nog van amper een jaar geleden, in juni 2023. Dat is pas geleden. Toen kwam Lilian Marijnissen in die kamer en die kwam met een motie. En die zei, nou laten we nou eens solidair zijn met de mensen die tegen de armoedegrenzen aanzitten en die het moeilijk hebben in de samenleving. Laten wij nou als Kamerleden 1/3 van ons salaris inleveren. En wat denken jullie? Ja. Precies. Want het was BBB en PVV die en SP natuurlijk, die stemden voor om 1/3 in te leveren van het salaris. En wie stemde tegen? Ja hoor. GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja, dat is het, hè? Die mensen op links. Ja, het is dit. Heel veel kwek. Ja, maar als het te dicht bij komt, ja, dan geven we niet thuis.